Wakers van de gevangenis SDKK houden morgenochtend een vergadering onder werktijd. Ze zijn teleurgesteld op de directie van de gevangenis die volgens hen belangrijke beslissingen maar steeds niet neemt. Zo wordt er te weinig gedaan aan een proces van reorganisatie in de gevangenis. Een ander hekelpunt zijn de drones die worden gebruikt om drugs en andere spullen in de gevangenis te brengen. De bewarers vinden dat de directie nog steeds niet voldoende maatregelen heeft genomen om daar iets tegen te doen. Loterijbaas Robbie dos Santos zal voorlopig nog 8 dagen vastzitten. Daarna wordt gekeken of zijn voorlopige detentie wordt verlengd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Dos Santos werd gisteren opgepakt op Sint Maarten in verband met betrokkenheid bij de zaak Maximus. Die gaat over de mensen die achter de moord zitten op Helmin Wiels. Die werd zoals bekend op 5 mei 2013 omgebracht. Dos Santos werd in 2014 enkele dagen vastgehouden, maar werd daarna weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie laat nu weten meer bewijzen te hebben voor Dos Santos in deze zaak. Het is nog onduidelijk of er de komende dagen gekookt kan worden bij Plaza Biel in Punda. Sinds de renovatie eerder dit jaar heeft elke huurder een eigen gasmeter. Dat geld wordt voorgeschoten, maar veel huurders betalen niet op tijd of betalen te weinig. Dat werd gisteren bekend. Daardoor is een schuld ontstaan van in totaal 12.000 gulden. Zoals de politie al eerder had aangekondigd, zullen er in de laatste maanden van het jaar steeds meer verkeerscontroles plaatsvinden. Gisteren vonden die plaats onder meer bij Palu Blanco in Otrobando en rond de rotonde van Segu. Daar werden auto's aangehouden en gecontroleerd op de juiste papieren. Daarbij richt de politie zich meer en meer op autoramen die te donker zijn getint. Verschillende automobilisten moesten gisteren het plastic van hun ramen aftrekken. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen heeft voor de 3e keer in korte tijd een drugstransport onderschept. Het stationsschip in het Caribisch gebied wist op 3 november een zogenaamde go-fast te stoppen. Daarbij werd 350 kilo drugs in beslag genomen, vermoedelijk cocaïne. De marine heeft dat onlangs bekendgemaakt. Zijne Majesteit Groningen is vanaf april 2019 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio. In oktober wist het schip ook al 2 keer een drugstransport te onderscheppen. In de wijk Rancho is er nog steeds overlast van mensen die vuil verbranden. De politie heeft er al vaker tegen gewaarschuwd en gisteren betrapte het X-team, het zogenaamde team van de milieupolitie, een man op heterdaad die bomen aan het verbranden was. Hij heeft hiervoor een boete gekregen. Ziekenhuizen in Hongkong hebben de handen vol aan de behandeling van betogers die uit de Polytechnische Universiteit komen. Er zouden al bijna 300 demonstranten zich hebben gemeld in de afgelopen 24 uur. De afgelopen dagen hadden zich honderden jonge betogers verschanst in de universiteit, die is omsingeld door de politie. De politie meldt maandag bijna 1500 traangaspatronen en bijna 1400 rubberkogels te hebben afgevoerd tegen de betogers.